Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de Miracle Mask. In deze aflevering gaan we kijken waar de vader van Layton gebleven is in de past. Dus we zijn in het verleden, zoals jullie misschien nog weten van vorige aflevering. Laten we natuurlijk gewoon weer beginnen met geheimpjes vinden, zoals hintmuntjes en zoals wat je net zag voor geheimpjes. Ik moet zeggen dat de serie redelijk goed wordt ontvangen. Ik weet niet op het moment dat deze aflevering uitkomt dat die nog steeds goed bekeken wordt. Of relatief goed bekeken, net zo goed als andere video's. Dus dat gaan we zien. Maar in ieder geval waren de eerste twee afleveringen decent bekeken. Herschel, wat is de matter met jou? Oké. Ja, we zijn nog steeds op zoek naar vaderlief. Oh, of is dit vader? Oh, dit is zijn vader. Oh, oeps. Nervous Nellies. I'm right here, safe and sound. Ja, ik geloof er niks van, vader. Oké, hij kende blijkbaar de mannen waar hij mee meegelopen is. Oké, wat doe je hier helemaal in het bos? Oh, ze wouden graag naar de Norwell muur. Dat is Fucky Tuppy. Dus hij heeft laten zien waar dat is. Toeristen. Nou, de laatste tijd niet zo heel veel toeristen hier. Nee, deze dagen inderdaad niet. Oké. Laten we vooral gewoon even doorklikken op dit moment. Oh, hij denkt... het vader klinkt net als Randall dat er hier mysterieuze dingen zijn. Hij wil graag naar moeders toe gaan, omdat hij al een tijdje aan het wachten is. Nou, dan doen we dat toch. Hintmuntjes, daar houden we wel van. Oké, laten we backtracken. Nou, nee. Ik dacht misschien dat hij opeens wel een puzzel heeft. Dat is altijd leuk om te proberen, maar dat was helaas niet zo. Dan gaan we back naar de map. Puzzels checken is altijd slim om te doen. Laten we het huis ingaan. We zijn er. Nou, Lucille. Och, die moeder. Wij gaan maar naar de kamer toe. Dat lijkt me een goed idee, Herschel. Zijn we hier al? Nee, hier zijn we nog niet eerder geweest. Dat is mooi. Die klok heeft gewoon een hintmuntje. Er zitten gewoon hintmuntjes in zijn eigen kamer verstopt. Zou hij ze zelf verstopt hebben? We gaan nu naar het bureau kijken. Eindelijk een boek lezen. Oh, het is opeens donker. Ik ben zo... Hij denkt van, waarom zijn we nog niet aan de treasure hunten? Want Randall die staat meestal zo voor zijn deur om te treasure hunten. Dus wie weet heeft hij een hele lijst gemaakt. Herschel, dinner is ready. Dat was zeker snel. Hoe was het op school, zoon? Iets spannends gebeurd? Niet echt, gewoon het normale. Alleen ik heb verloren met schermen van Randall. Wat is de score nu? Ik ga niet zomaar Randall laten winnen. Oh, oké. Dat is inderdaad de spirit. Are you sure, son? Ik heb trouwens wel voor de volgende... Eigenlijk ook voor dit deel, maar daar ben ik nu al mee begonnen. Maar voor de volgende deel, die ik ook eigenlijk graag op YouTube wil gaan doen, heb ik de Nederlandse versie. Dus dat zal ons een hele hoop schelen. En misschien is dat ook leuker om naar te luisteren als ik het probeer te vertalen. Want ik wil niet alles gaan vertalen, want dan zijn we hier heel lang bezig. Ik denk dat hij nu wel een puzzel heeft. Ja hoor, hij heeft een puzzel.
So you're off to Randall's again, are you? Dat klopt, ja. I hope the Ascots don't mind you turning up at all hours. That's okay. Nou, vooruit. We gaan puzzels doen. Ik hou van puzzels. Puzzel 23. Fairway Fibber. Vier golfers. Genaamd Mr. Black, Mr. White, Mr. Brown en Mr. Blue. Nemen het tegen elkaar op in een toernooi. De caddy wist niet wie wie was. Dus ze vroeg aan drie van de vier. Wacht. The caddy didn't know who was who, so she asked three of the four. One of them, Mr. Brown, told her a lie. Nu moeten wij erachter zien te komen wie meneer Blauw is. Dus B is Mr. Black. Even kijken hoor. B is Mr. Black, dat is wat A zegt. B zegt, I'm not Mr. Blue. En C zegt, Mr. White, dat is D. Eén van de twee vertelt een leugen. Dus als A liegt, dan zou B dus niet Mr. Black moeten zijn. Dat zou nog steeds kunnen, want B zegt dat hij niet meneer Blue is. Dat kan. En C zegt dat meneer White D is, wat dan eventueel ook zou kunnen kloppen. A zou Mr. Brown kunnen zijn. Ik denk dat C Mr. Blauw is, alleen omdat hij blauwe kleding aan heeft, lijkt me dat meer juist een valstrik. We gaan eens kijken wat de mogelijkheden zijn. Stel, we gaan ervan uit dat A wel gelijk heeft. B is Mr. Black. Dan zou B ook meteen gelijk moeten hebben. Want I'm not Mr. Blue, dat zou dan kloppen. En dan zou C de leugen moeten zijn. Mr. White, dat is D. Dat zou dus niet zo zijn. Dan zou die zelf Mr. White moeten zijn. Dan zou D Mr. Blue zijn. Dat zou eventueel kunnen. Als we kijken naar, stel A, die is, zei een leugen, dan is B niet Mr. Black, maar ook niet Mr. Blue. En dan zou D de waarheid, C de waarheid spreken dat D Mr. White is. Dat zou eventueel kunnen. Dat zijn de enige twee opties. Want B kan de leugenaar niet zijn, want als B de leugenaar is, dan zou hij zeggen, ik ben niet meneer Blauw. Wat betekent dat hij dus wel meneer Blauw zou zijn. Maar dan, dat kan niet, want A, die zou dan altijd de waarheid moeten spreken en die zegt al dat hij Mr. Black is. Dus B kan sowieso niet liegen. Wat betekent dat B sowieso niet het juiste antwoord kan zijn. B kan sowieso niet het juiste antwoord zijn. Oh wacht, B kan nog wel het juiste antwoord zijn. Alleen B kan niet degene zijn die liegt. Ik zeg het verkeerd. B kan niet degene zijn die liegt. Oh ja, dus dan kan het inderdaad B niet zijn. Oké. A kan zijn dat A liegt. Ik denk dat D het juiste antwoord is. I'm not certain. Ja, het antwoord is goed. Did I get it? Nice. We hebben het goed en dat is het belangrijkste. Of ik nou helemaal de juiste beredenering had, daar gaan we het niet over hebben. Oeh, daar hebben we een meneer. Herschel boy, what are you doing out at this time?
Hello, Uncle Doc. I'm just going around to Randall's house. Oh, and what's the young sir plotting this time? You keep an eye on him, won't you? If anything happens to that boy, his father will have the whole country up in arms. Oops. It's all right, Uncle Doc. We're only going to chat. Yeah. He won't even know I'm there. Hoezo staat de professor hier? Leighton, is dat you? Dat klopt, ja. Good evening, Mr. Collins. What are you looking... what are you doing lurking around the school gate at this hour? Have you finished the short essay I gave you? Pretty much. Leugens. You'll no doubt find this puzzle a piece of cake then. Dat klopt, ja. Want ik hou van stukjes taart en van puzzels. Oké, deze is interessant. A young explorer wants to go from point 1 to point 5. Oké, dus van linksboven naar rechtsonder. To do so, he must pass through the correct 4 caves in the cave complex shown. Oké. The wrong caves are filled with horrible traps. Pom pom pom. He has with him 4 photos. A tot en met D. Oké, spannend. Taken by an explorer who made it through successfully. Work out the correct route using the photographs. However, keep in mind that you don't know which photo was taken where. Oh, dat schiet echt niet op. Oké. Eens even kijken. Als je uit een van deze komt, dan zie je aan de overkant sowieso geen deuren. Maar dan zou je gesteente moeten zien. Zeg ik dat goed? Zou je gewoon een wall moeten zien. Dus dat zou of C of A kunnen zijn. Oh, je kan het aan de grond zien. En het is gras. Dus C is hier genomen. Dus dan zou die, denk ik, deze tunnel gepakt moeten hebben. Kan je dat een beetje zien? Op het scherm boven mij kan je zien wat ik doe. Want ik heb, het heeft geen zin om hem om te draaien. Want ik denk dat dit voor jullie makkelijker is om hem op te lossen. Ik denk dat als je naar foto C kijkt, dat die genomen is in... in de blauwe grot, zeg maar. Dan is de volgende met caves voor zich. Dus dat is foto D. En die kijkt eigenlijk tussen twee caves in. En dat is in dit, in het hoekje rechtsonder bij 3. Ik denk dat die vanuit geel genomen is. Als ik dat goed zie. Ja, ik denk dat die vanuit geel genomen is. Of wacht, nee. Ik denk dat die uit rood genomen is. Als ik goed kijk. Ja, die is uit rood genomen. Dus dat is rood. De volgende is met een zand onder, ondergrond. Dus dat is foto A. Moet dat zijn. Die is een soort van... Ik denk dat dat weer blauw moet zijn. En dan... Denk ik dat dit rood moet... Ik denk dat het blauw, rood, blauw, rood is. I think this may be it. Oh, is niet goed. Oh, dan vraag ik me wel af wat er niet goed is. Lastig. Even kijken. Foto C is hier genomen. Al hier blauw gekozen.
kijken. Ja, je kijkt recht vooruit. Ja, dat zou je muur moeten zien. Dus ik denk dat die blauwe wel moet kloppen. Dan was voor de volgende tunnel waren we achter dat dat foto D zou moeten zijn. Ja, dat moet bijna rood wel zijn, want je... Ja, trouwens, ik denk dat ze daar ook wel eens geel mee zouden kunnen bedoelen. Alleen, dan vind ik de hoek van de foto niet helemaal goed. Ik denk dat die zo dan klopt. Blauw, geel, blauw, rood. Ja, oké. Ik ben niet helemaal eens met de hoek, maar het zal wel. Dankjewel, meneer Collins. Oeh, daar heb je Gaston. Zo heet hij toch? Oh, het is zo meteen naar links. Oh, Dalston heet hij. Wat doet hij hier? Oeh, hij heeft een puzzel. Oi, Leighton, a bit late for a stroll. I could say the same to you, Dalston. Do your parents even know you're out? Maybe, maybe not. Who cares? I go where I like, when I like. Hey, I just saw Angela go by. You lot aren't having another of your little archaeology parties, are you? Misschien wel, misschien niet. Well... And what about you, Leighton? Aren't you tired of playing along with Brascott's putty ideas? I might not care about the archaeology, but I do enjoy listening to Randall in full rant. We gaan een puzzel doen. Oeh, volgens mij kan ik deze nog wel herinneren, maar niet meer de uitkomsten van, maar wel qua plaatje kan ik me dit nog herinneren. Dalston has posted Herschel a math a post merge Herschel a math problem. It's written on a homework sheet, but it's torn in several places, making it very difficult to read. Dat klopt, ja. Oh ja, ik weet al wat het hier wat het antwoord is. Deze is wel grappig. Kijk, als je dit blaadje omdraait, dan staat er 17 min 2, dus het antwoord is 15. I'm not certain. Did I get it? Ja, deze kon ik me nog wel herinneren. Waarschijnlijk omdat ik daarmee gestruggeld heb eerst. Nou, Dalston, flikker op met je gezicht. Dankjewel. Oeh, een cutscene. Oh, Herschel. Angela, perfect timing. Beautiful night, isn't it? Yes, it is. Randall seems to be quite single-minded lately. Yeah, that's Randall. I think his enthusiasm is one of the reasons I admire him. I suppose. But that passion makes him easily excitable. You know, you're very good for him. You keep him balanced. Is balanced the same as boring? No. Randall's lucky. We're both looking out for him. Yes, he is lucky, isn't he? He's got a kind girlfriend who's concerned about his well-being, and a loyal best friend. Ah. You'll always look out for him, won't you, Herschel? Promise me. Yes. We zullen altijd op hem letten, Angela, omdat jij het zo lief vraagt. Hey, daar hebben we Henry. Hintmuntjes, kaboom!
Oeh, daar zijn we bij zijn huis. Right, let's sneak in the usual way in. Yes, I think that will be best. Oeh, een puzzel! This ivy on the wall is really the VIP entrance to Randy's room, isn't it? Ha, I reckon I can count on one hand the number of times I've been in through the front door. Randy's father isn't that bad, you know. He's just very, very strict. Randall hasn't opened the window yet, has he? We'll have to send a signal. Yep, but would you care to be to do the honors? Natuurlijk wil ik de honors wel doen. Laat mij maar eens eventjes Randall's raam laten openen. That rings a bell. Ring the bell and send the signal to Randall. Set the order in which the four slingshots are shot. The shots will only bounce off the first thing and thing they come into contact with, okay? And any obstructions they will hit will break and disappear. Okay. Dus any obstructions will... de obstructions gaan weg op het moment dat je ze raakt. Oké. Okay. Even kijken of jullie... Oh, oké. Okay. Oh, oké. Okay. Je moet dus kijken... Dit is voor jullie heel lastig om dit... om dit zo te zien. Hoe we dit moeten doen. Maar ik moet... Even kijken. Ik moet zeg maar de vier stenen. Ik zal heel eventjes dit laten zien aan jullie. Ik moet de vier stenen in de juiste doen. Oh, wacht. Ik kan hem gewoon elke keer submitten. Dan weet ik wat er gebeurt. Oké, okay. Laten we hem eerst zo doen. Oké, okay, dit moet 3 zijn. Eerst die kapot, dan die kapot, dan die kapot. Oké, okay, dat is het ook niet. Eén, twee. Dit moet de laatste zijn. Vier, die moet, dat moet nummer 4 zijn, want die raakt de bel dan. Alleen dan moet ik... Deze raakt de bel... Raak 2 de kat? Oké. Okay. Deze, die... Ja. Oké, okay, got it. Kaboom! This may be it. Looks as if I got it. We hebben het belletje gerinkeld. Net alsof niemand die bel ook verder hoort. Great, that should do it. Oef, hey Randall. Hello, we're not late, are we? I've been waiting ages. Herschel, did you have to protect my Angie from terrible dangers on the way? Nee. So, what's the thing you were going to tell us about? Yes, don't you have something to show us? Patience, patience, my friends. Okay, komt er een filmpie? Jazeker, een filmpie. Is that... Mask of Chaos. Hij heeft gewoon een masker van chaos gevind. The Mask of Chaos. Do you mean the real Mask of Chaos? The one and only. The artifact Donald Rutledge wrote off in his ancient histories.
That's a fake, right? It must be. Absolutely not. This is the genuine article. Okay. Ah, it's just a legend, Herschel. You shouldn't believe anything you read. Something Rutledge didn't mention? Exactly. The mask does indeed possess an extraordinary power. It holds the key to an imaginary fortune and glory. That's to say, if I can crack the puzzle of the mask. Ooh, the mask is open puzzle. No, to begin, we don't even know if that's really the Mask of Chaos. Where did you get it from? Excellent question, my dear Herschel. It wasn't easy. I had to crack a devilish puzzle to get my hands on the mask. A puzzle? What puzzle? Take a look at this. Behold. Were you? What is this? I don't understand. We made the trip to Monte Dor to investigate the Mask of Chaos. There, we witnessed a terrifying sight. Civilians petrified before our very eyes. Oh, oops. We met Angela Lador, an old friend of the professor's. We also learned of a tragic event in Professor Layton's past. I didn't get much sleep that night, but the sunrise was quite beautiful. Beautiful. Gaan we nu weer verder in het heden of gaan we verder in het verleden? Save your progress. Of course I will save my progress. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En ik zie jullie heel graag weer bij de volgende aflevering van Professor Layden en de Miracle Mask. Adios, amigos.